op de tram. Dit is erbij. Jadin. Eet in mijn mond. En? Lelijke West-Vlaming. Ik ken eens. Yes. Gast, die is hier 1 minuut in mijn huis. Die laat alles vallen. Gast, kent jij nu niks? Ja, aard. Ja. West-Vlaming, snap je dat je gebeurt gewoon. Ja. Oké, boys, de stream is zo net begonnen. Wij zijn al met 8 viewers van de net bijna 10. Team Snowsie. We gaan zo het eerste spelletje doen, Stick Fight, en we hebben al $1 verzameld. Massaal. Kast, dat moet jij niet zeggen. Dan moet nog de rest overzetten, dat is 2 euro. Ja, nee, maar doe dat zo tegen het einde van de stream. Ja, ben RS, ben nu, en ben 24 uur is dat overgezet. Oké. Okay. We gaan zo een spelletje spelen, want de welkomshow, zien jullie dat? Ja, tuurlijk. Is bijna gedaan. En dan gaan we Stickfight spelen. Ik moet wel nog de internetcode geven, want zij moeten op het internet kunnen. Bedankt. Dus ja, tot straks. Ben ik aan het recorden? Ah. Ik suk in de game, denk ik. We zijn Stickfight aan het spelen. Wouterij, heb je gewoon? Ja, apel. En Jaren? Ik ben een verliezer, constant. Maar heb je ook al gewonnen, toch? Pakje. En in de chat staan er allemaal hashtag bedankt Saskia. Omdat Saskia zo lief was. Om broodjes te brengen. Lekkere broodjes. De zaakjes. Ja. Dat is elke maand. Ja. Hey, we hebben dan $73 opgebracht. Ben haalt. Hey. Hup, Jaren wint net. Nice. 73 geld. Nice. Dollar, zeg. Okay. 73 geld. Dollar. Thanks 6B, TEW en mezelf en Arno. Dat zijn de 3 donators. Donateurs? Donateurs. Is het echt of niet? Ja. Ah, ik zou geen donator zeggen. Kijk, dat is pas bro gameplay. Gewoon zo recorden. Stay dat is hard. Mooi, hè? Oef. Sorry, man. Ik wil het. Oké, we zijn nog steeds aan het streamen. We zijn 2 uur en een half verder. We zitten hier nog steeds met 3. Ja. We hebben daarnet de Escapist. Escapist. Gespeeld. Escapist gespeeld. En nu zijn we Agario aan het spelen. We hebben momenteel 12 viewers, dus even wat lager. Tegenover de net. We zijn nu gewoon met heel squad een beetje aan het spelen. Maar we gaan gewoon lekker voortspelen. We straks doen City Skylines. En dan is het Minecraft UHC. Waarom zit DC 6-1? En ja, dat gaat fucking episch worden, nietwaar, jongens? Epic. Yes. De mannen zitten klaar voor de warmste UHC ooit. Ooit, ja, sowieso. Het is nog nooit een warmere geweest. Nee, en er komt ook waarschijnlijk geen warmere. Nee, klopt. Volgend jaar is die kouder. Volgend jaar is de koudste, je weet het. Ja. Er komt geen warmste week meer volgend jaar. Dat is het laatste jaar. Volgend jaar is het failliet door ons. Omdat we al te veel geld hebben opgeruimd. Binnen zo, 113. Maar die hebben wel dezelfde kleur. En onze glacier guy is fixing everything. Yes. Which say is very professional mic setup. Game mode, good. Yeah, and this is Jaren. This is I am Jaren. Yes. Yeah, that is all I have to say actually. Yes, drink. He's gonna drink some water. Yes. Yeah, it's lekker. En hier, kijk, pro gameplay, als het nu gewoon zo mooi is, dan gaan we 1920-1080 hebben. Sowieso. Als het zo hoort. Geen, niet gewoon iedereen nog al zijn leventjes. Oké, we gaan UHC doen. Epic. Pretty epic. Wouter, moet je nog iets zijn tegen de vlogcamera? Nee, om daar even iets aan het fixen. Gast! Het is wel uw camera, hè? Je kunt dat niet zomaar laten. Ja, over Minecraft warmste UHC. Oeps. Sorry voor degene, voor de mensen waarvan ik een tijd heb verspild. Maar ja, sorry. Er komt wel een nieuw seizoen van UHC. Minecraft UHC is een 2-winter battle en dat gaat super episch worden. Yo guys, it's evening now. We zijn nu 7 uur en een half aan het streamen. Het is vermoeiender dan dat we dachten. Ja, eigenlijk heel vermoeiend. We zijn echt holy fuck. Ja, holy shit. We gaan fixen dat is gewoon voor 2 We zijn wel vergeten te vloggen toen we aan het eten waren. Maar dat was toch mijn plan om dat te doen en ik heb dat niet gedaan, dus van gedaan ben ik vergeten. We gaan nu Battlefront spelen. Je ziet hier nu de Senate op de stream. Dit is de camera. Shout-out naar de guys die nu in de chat zitten. Neutron en Ludovic en Wart de Smet en Patrick. Robben allemaal shout-out naar jullie. Lindsay, de mama van Aaron. Dag mama. Je zit zo precies op kamp of zo. Dag mama.
Ga je een kaartje sturen, ik ben veilig aangekomen in Antwerpen. Maar ja, we gaan nog wel voortstreamen. Straks nog wat Minecraft. Straks nog wat GTA. CSGO. Outlast. Wat Aaron Games. En dan de morgend nog 4 uurtjes streamen. Ah. We zullen Agario fixen tussen Minecraft en Star Wars. Dus... Wow, nog een keer Agario. Rafael heeft er zin in. Agario, Rafael just came into the chat. Ik ben aan het vloggen, Rafael. Yeah, shout out. Agario daarnet met super, met 12 was aan. Maar ja. Ik ben nu aan het wachten op Aaron. Denk! Foto. Antalya heeft een foto gestuurd. Ja, fuck Antalya. Kijk naar mijn stream. Welcome. Goed, ik ga voor nu afsluiten. Ja. Doei. Oké, boys, we zijn later op de avond. We zijn bijna 11 uur in de stream en we zijn eigenlijk al een uur Jackbox aan het spelen. En op zich is het nog wel leuk met Jaren. Jaren gaat zo naar huis, want Jaren ging nog naar huis. Hij heeft morgen open lesdag. Maar ik ga Jaren nu buiten laten. Kom mijn hond, nee. Dus Jaren, hoe vond je de stream? Zeer tof, zeer tof. Zeer tof. Perfect. Oké, het is iets na 12. Aaron gaat slapen. En de stream was even uitgevallen. Maar hij staat nog online. Zijn Howlex is er nog altijd. Emily vergouwen. Gaat hij daar slapen? Lol. Ja, tuurlijk gaat hij daar slapen. Er staat nog wel officieel nog altijd 12 uur en een stukje online zijn. Het eerste wat door mijn hoofd ging eigenlijk. Toen hij dat zag gebeuren. Oké, ik moet je kop maar afpassen. Ah, ja, ga maar plassen. Dat was zo die ene aflevering van iCarly. Ik weet niet dat iemand die kent. Maar dat was dus een aflevering. En ze hadden zo het record breken van super lang livestreamen. En toen was dat ineens zo heel even uitgevallen. Ik weet niet of iemand dat had gezien. Maar dat was één goede aflevering. Nu dat met de 4 viewers. En we gaan zo CSGO spelen. Ik verwacht dat ik straks met Outlast wel nog wat meer viewers krijg. Misschien... Hoop ik nog een donation, dat zou wel chill zijn. Morgen gaan er nog heel veel donations komen. Normaal, hopelijk. Dat zegt iedereen toch, maar ze moeten eerst nog al een PayPal fixen. En ja, ik hoop morgen toch nog $150 te eten, dat zou chill zijn. Maar ik kan nu CSGO spelen. En dan gaan we Outlast. Dus ja. Yo guys, Kletje hier. Het is 2:30 en CSGO is wat uitgelopen. Maar, oh fuck, ik heb hier zo geen gezien, hè? Holy fuck. Het is OBS Labs. Shout out naar Stijn en Mathieu, die er nog steeds zijn. QT ligt hier te slapen. Doe gewoon alsof je slaapt, oké? Goed zo. Maar ja, ik heb er heel veel zin in. Ik heb mijn tanden gepoetst, mijn pyjama aangedaan. Ik ga eruit kijken om in mijn bed te gaan. Snap je? Oké, yo. Doei. Tot morgen. Misschien tot straks als ik ga slapen. Ik weet niet. Doei. Het is 4 uur 's nachts. Ik heb net nog Minecraft Build Battle gespeeld. Ik ben oprecht kapot. Nu even pitten. En dan kan ik 4 uurtjes streamen. 4 uurtjes te veel eigenlijk. Aaron moet er nu nog 8 te gaan. Ja. Hij liever dan ik. Ik ben wel oprecht. Helemaal kapot. Ik had het compleet onderschat. Maar echt. Mijn haar trekt ook gewoon op niks meer. Goedenacht Wouter. Goedenacht. Shoutout naar Stijn. Die, oh, moet ik even kijken waar ik inzoom. Die er al heel de tijd bij mij is gebleven. En de twee andere views die er nu nog zijn. Hebben heel af en toe op 1 gestaan. Maar tot hiertoe is er altijd een kijker geweest. Is er nog geld bijgekomen? Oh, ja, we zitten momenteel op $123,94. En er gaat morgen sowieso wel nog wat bijkomen. Dat is altijd wel de laatste uurtjes dat er wat bij komt. Ik ga zelf ook nog wat bij doen natuurlijk. Ik zie echt verschrikkelijk uit, maar echt holy fuck. Ik ga de stream wel afsluiten. De stream, de video, de vlog. De deel van de vlog. Ik ga pitten. Ik ga Aaron uit zijn bed halen. Ik ga hem een ontbijt geven. Ontbijt. Ik weet niet of... Heb ik iets van ontbijt? Ik heb nog er iets van tussen. Ja, tot over 4 uur. Yo guys. Het is nu 9 uur. 10 uur. Yo guys, glad je nog 2 uurtjes. En de livestream misschien al. Ja, ik wil eindelijk. En we gaan nu nog wat Golf with Your Friends spelen. Doen we... Ja, ik weet niet. Er zijn nu terug 4 viewers.
ah, ik begin te vloggen. Ik ben te vloggen en dan komen ze ineens terug. Hè. Ze willen die fame van de vlog. Jan Segeri. En Rafael, yes. Maar goed, ik ga me even opfrissen. Ik heb eigenlijk heel goed geslapen. Adoni. Oké, yo guys. Ik was ook al een uur in. Yes, we gaan alles spelen. Rob zegt om mijn kamer donker te maken, maar... Dat je niet meer de cam ziet. Ja, ook. En zoveel enger is dat je een keer dat spel uitgespeeld is. Dus als je echt wilt dat je dat donker maakt... Dan moet je doneren. Dan moet je naar 7,30 doneren. Ja. Wijn. Ik drink dat dan even. Nog 10 minuten. Nu, we hadden helaas een technisch probleempje. En daardoor is onze stream afgesloten. En ja, was alles van likes en zo gereset. Dus dat sukt wel. Maar ja, ik heb de stream terug aangekregen. En ik was Aaron een beetje aan het schild. Mm-hmm. Want hij had op de ethernetkabel getrapt. Maar kan gebeuren, kan gebeuren. We doen het nog eens een keer opnieuw om echt 24 te doen. We zijn officieel 24 uur bezig. Yay. Dat is hoe blij dat je bent. Shout-out naar iedereen die er nog was. En shout-out naar... Mezelf. Die laatst mij het nog had gedoneerd. Fucking cute. Matteo. Matteo Simone. Veel respect voor dat jullie het doen. Bedankt, Matteo. We gaan de stream afsluiten. Dus... Ja, eigenlijk wel. Mijn muiscursor... Wacht. Ik ga het in beeld laten zien. Mijn muiscursor... staat op Endstream. Het gaat gebeuren. Bedankt aan iedereen die hierbij was. En ja, tot volgend jaar. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En bedankt voor al de donaties. Fucking cute. Ik fix nog mijn deel, zodat we mooi aan 200 euro komen. En ja. Ja, dit was het dan. Pretty nice. 3. 2. 1. Ja, eigenlijk wel. Maar jullie op de video zijn er gewoon nog. Jullie in de vlog zijn er gewoon nog. Het is gebeurd. Ja, maar in de vlog is het nog gewoon door aan het gaan. En dat is geen 24 uur livestream. Want dat is gewoon een vlog. Wee. Poehoe. Bye. Oké, Aaron en ik lopen nu buiten. Steven is gedaan. Ah, ik ga echt de deur op slot doen. Loop maar wel verder, ik haal u wel in. Okay. Maar om mijn zin af te maken... We waren onderweg naar de tram, want ik ga Aaron afzetten. Ik doe mij ook even buitenlucht opdoen. Aan het mooie, prachtige, grote Zwijnrecht. Hoe groot is dat zelf? Hoeveel kilometer? Vierkante kilometer? 800.000. Dat is meer dan de aarde zeker, of niet? Nee, ik misschien. Het zal wel eens kunnen. Het zal eigenlijk wel eens kunnen. Oké, ik ga je werk geven. Wouter, edit, gaat dat er nu in editen. Oké. Okay. Aaron, dit was het dan. Psych. Dit was het dan. Doei. Doei. Ik heb Aaron net afgezet. En ja, dit was het dan. Ik denk dat ik gewoon thuis ga pitten. Mijn ogen voelen super droog aan. Maar het lijkt wel even mee hoe mijn wandelt. Want ik kon wel even gebruiken om even te stappen. Een beetje frisse lucht op te nemen. Want dat is ook niet gezond natuurlijk. Zo 24 uur zitten in een kamertje. Ja, ik ga straks gewoon mijn kamer een beetje verluchten en zo. Dit was het dan. Als ik nog iets interessants ga doen vandaag. Dan kom je het zo te weten. Ja, ik heb speciaal een mandarijn gebeld voor dat stukje. Heb je Enzo Knol ooit al zoveel moeite zien doen voor een vlog? Denk het niet, hè. Denk het niet. Oh, why the sad face? Moet je wat brokjes hebben? Kijk, brokjes. Nee, wat moet je dan hebben? Ik weet wat jij wilt hebben. Ik denk dat jij wel een stokje wilt, hè. Denk het wel. Pak het. Pak het, pak het. Auw! Een keer als mijn eigen schuld. Maar goed. Waarom ik nu ineens hier ben, to make a long story short, ik had gewoon niks speciaal meer gedaan die dag. Wat er nu volgt, er komt nog een 24 uur vlog. Niet van de vlog zelf, maar wat ik ervan vond. Het bewijs dat het geld is gedoneerd.
Dus ja, daarom ga ik deze vlog afsluiten. Dus vond je deze vlog leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? En de volgende keer een nieuwe vlog. Niks zeg. Ciao.